En het Korps Politie Suriname heeft in 2017 11.000 slachtoffers geregistreerd van diefstal, inbraken, berovingen, overvallen, verkrachtingen en huiselijk geweld. Dit resultaat presenteerde Krishna Kumari Mathura, oud-politiecommissaris en VAP-parlementariër, gisteren tijdens een persconferentie in de Olifant. Mathura noemt deze cijfers verontrustend. En het is heel veel. Dat is bijna de helft van alle aangiftes die er zijn. Dat is naar mijn gevoel ontzettend veel. En de schade die daaraan verbonden is, dat moeten we niet onderschatten. 11.000 mensen die slachtoffer zijn geworden, enorm veel. Als je alleen kijkt naar bijvoorbeeld inbraken, gekwalificeerde diefstal en gewone diefstal, inbraken, dan zitten we al op de 8.000 gevallen. Dus de schade die berokkend wordt aan mensen in deze crisistijd door criminaliteit is gigantisch. En dan heb ik het alleen nog over de financiële schade. Ik praat nog niet eens over dus de emotionele, de trauma's en alle andere schade. De andere impact op die samenleving is gigantisch. En wat je merkt is dat er geen consistent en integraal beleid gevoerd wordt om de bescherming ter hand te nemen en de criminaliteit aan te pakken. Mathura is blij dat er nu een nieuwe minister van Justitie en Politie is benoemd. Echter wijst erop dat de aanpak van criminaliteit een duurzaam beleid vereist. Een steeds vervangen van ministers kan dit beleid verstoren. De parlementariër roept minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie op om vooral de georganiseerde criminaliteit aan te pakken. En die georganiseerde criminaliteit is op dit moment van een heel andere orde. Als je kijkt naar duikboot die in beslag wordt genomen. De hoeveelheid drugs die in dit land in beslag wordt genomen. En ik ben blij natuurlijk dat het in beslag wordt genomen. Dat het gepakt wordt. Maar ik denk, hoe komt het binnen? Waar de regering in de afgelopen periode heeft geïnvesteerd in 3 helikopters. Ik dacht dat er een bedrag was van 10 miljoen. Of meer zelfs. Waar de regering geïnvesteerd heeft in kustwachtboten. Dat je daarmee met die middelen niet in staat bent om georganiseerde criminaliteit aan te pakken en je grenzen en gezag te doen gelden in het binnenland en overal, dan zeg ik nee, dit is een gigantisch risico voor ons land, voor ons Surinamers, maar ook voor het buitenland. Want wanneer wij niet in staat zijn dit aan te pakken en het signaal naar criminelen is, we zijn vrij en het mag, dan zijn we ook een risico voor andere landen. Dus ik wil het hierbij laten. Dit is onze zorg en we hopen in elk geval dat de nieuwe minister goed beleid gaat maken hierop en dat daadwerkelijk bescherming en veiligheid geboden worden. Krishna Kumari Mathura sprak gisteren tijdens de gehouden persconferentie van de VAP in de Olifant. De parlementariër gaf aan verontrustend te zijn over de wijze waarop criminaliteit en georganiseerde criminaliteit gestegen is.